uitrusten. Maar daar zijn we nog niet klaar voor. We denken nog niet aan het einde. Voor ons is de volgende wedstrijd onze focuspunt. En ja, we zijn absoluut nog niet bezig met wat we daarna gaan doen. Het leek erop dat de Trappers de wedstrijd tegen Blue Devils Wijnen vrijdagavond in het ijsportcentrum ging domineren. Maar toen kwam de tweede periode. Dat was echt zonde. Ik denk dat we een goede eerste periode hebben gespeeld. Redelijk gelijkwaardig, denk ik. En ook een goede derde periode. Alleen de tweede periode was gewoon erg slordig, was niet goed. En ja, tegen een team met deze kwaliteit word je dan heel snel afgestraft. De tweede periode hebben hun het makkelijker gehad. Hè? Ze hebben een paar kansen gehad, helft kansen, en ze schieten het gewoon erin. Dus dat nam een beetje, zeg maar, lucht uit onze vleugels. Hè? Als je valt, dan meteen terug met 3-1. En uiteindelijk is de vierde goal ook gekomen. Ik denk dat we als team een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we zeker hebben laten zien dat we met deze gasten mee kunnen spelen. Helaas trekken hun vandaag aan het langste eind. Ondanks de 3-1 achterstand blijven de Tilburgse jongens strijdlustig. Er zit zeker nog genoeg energie in. We leggen ons er zeker niet bij neer. We moeten het nu gewoon wedstrijd per wedstrijd kijken. En ja, daar begint het zondag mee. We gaan nu gewoon elke wedstrijd alles of niet spelen. Dat doen we al. We spelen altijd alles of niets. En dan de volgende wedstrijd is weer de volgende. Maar we weten nu dat een verlies eruit is. Dus die uitwedstrijd gaan we gewoon volle gas geven. En de hoop is er nog steeds. We geloven in elkaar. Dus ja, het is gewoon belangrijk dat we die knop gewoon weer omzetten. En deze gewoon weer verwijderen. We gaan hier wel van leren. Maar ja, je kan er ook niet te lang mee zitten. De nummer 36 heeft in eerste instantie tijdens de play-offs vooral op de bank gezeten. Nu het team een aantal spelers mist, moet Timmer aan de slag op het ijs. Blue Devils is het eerste team waar hij tegen speelt. Het tempo is wel een stukje hoger. Ik denk dat het in het begin vooral wel aanpassen was. Ik denk zelf dat ik mezelf er goed heb op aan kunnen passen. En uiteindelijk toch nog met hun niveau mee kan spelen. Maar die jongens hebben geen één seconde gestopt met hun werken en met hun hart in het spel brengen. En daar mogen we heel trots op zijn wat ze gedaan hebben. Mag ook niet vergeten dat team van hun is helemaal compleet. Ze hebben al hun beste spelers. Wij missen Thies van Zeus, Danny Stemper, Brandon Grissel. En er zijn drie spelers die in belangrijke momenten kunnen een doelpunt scoren voor ons. En misschien krijg je een heel andere wedstrijd. Dus ik kijk terug aan de wedstrijd heel erg positief.